Woede bij Palestijnen na het opduiken van een video waarin een jongen van 15 zwaar wordt toegetakeld door Israëlische agenten. Het slachtoffer is de neef van de Palestijnse jongen die deze week dood werd gevonden in een bos in Jeruzalem. De jongen ligt weerloos op de grond als agenten eindeloos op hem inslaan. Buren filmen de mishandeling. De jongen van 15 zou stenen hebben gegooid naar de Israëlische politie. Bewusteloos slepen de Israëlische agenten hem weg. Dan nog wordt hij geschopt. De vader van de jongen laat zien hoe zijn zoon is toegetakeld. Tariq is van Palestijnse afkomst, maar is Amerikaans staatsburger. Hij was in Jeruzalem op familiebezoek. De zenuwen gieren veel oranje fans en wie weet de selectie zelf ook door de keel. Over 50 minuten is het zover en begint de WK-kwartfinale tegen Costa Rica.